Leerlingen van de CR Verwijnschool hebben vanmorgen een debat gehouden over de Consumentenrechtendag. Deze dag wordt elk jaar belicht op 15 maart. In verband hiermee heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, met name het onderdirectoraat Interne Markt, vanmorgen een consumentenbewustwordingscampagne gehouden op de CR Verwijnschool. Het debat is onderdeel van deze campagne. Het thema voor dit jaar is de Sustainable Consumer, de duurzame klant. De leerlingen hebben over dit thema gedebatteerd. Volgens Vincent Fernandes, onderdirecteur Interne Markt van HINT, wordt er op internationaal niveau in meer dan 100 landen bij deze dag stilgestaan. Fernandes zegt verder dat de afdeling Consumentenzaken dit jaar deze dag voor de 8e keer organiseert. Het is belangrijk dat consumenten op jonge leeftijd bewust worden gemaakt van hun rechten en plichten als consument. Het is verder van belang dat jullie allemaal bewust worden gemaakt dat duurzaam consumeren enorm belangrijk is. We merken ook op, als u kijkt naar social media, hoeveel er verspild wordt. En het is daarom belangrijk dat wanneer we iets produceren, dat we voldoende bewust zijn van de restvoorraden die overblijven. En op een bewuste manier ernaar gaan kijken van hoe we dat duurzaam kunnen consumeren. Dames en heren, leerlingen, over het algemeen is duurzaamheid niet een makkelijke keuze. Het vereist daarom enorm veel inspanning om bij de aankoop de juiste keuze te maken wanneer u bepaalde producten aanschaft. Fernandes geeft verder aan dat consumenten moeten weten dat prijs en kwaliteit belangrijk zijn wanneer er inkopen gedaan worden. Hij zegt dat deze dag valt onder de duurzame ontwikkelingsdoelstelling SDG nummer 12. Het bereiken van economische groei en duurzame ontwikkeling vereist daarom dat we onze ecologische voetdruk dringend verminderen door de manier hoe wij goederen, hulpbronnen, produceren en consumeren. Zoals bij u bekend heeft het ministerie vorig jaar een import- en gebruiksverbod op styrofoam ingesteld en het ministerie geeft op zo'n manier invulling aan de MDG 12. Het is belangrijk om industrieën, bedrijven en consumenten aan te moedigen om afval te recyclen en te verminderen. Evenals het ondersteunen van ontwikkelingslanden bij het streven naar duurzame consumptiepatronen. Een groot deel van de Surinaamse bevolking is al bezig stellen voorzienend te zijn. Vincent Fernandes, onderdirecteur onderdirectoraat Interne Markt van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Hij sprak vanmorgen voor de aanvang van het studentendebat over de Consumentenrechtendag. Het thema voor dit jaar is de Sustainable Consumer. Het debat is georganiseerd voor de leerlingen van de CR Verwijnschool in het Trefcentrum op het terrein van de Wanika Kerk.